De vrijwilligers van de Voedselbank en René Bisschop van Scouting Sint Joris zijn verkozen tot vrijwilligers van het jaar. Van de 70 aanmeldingen vond de jury dat zij de Chris van Vazenpenning het meest verdiende. Het is ongelooflijk moeilijk. Eigenlijk is het niet te doen. Maar als je het niet doet, dan laat je een kans schieten om heel veel waardering uit te spreken voor al die 50.000 vrijwilligers die we in Breda hebben. Met 26 jaar is René Bisschop veruit de jongste van de genomineerden. Toch wint juist zij dit jaar de individuele penning. Gefeliciteerd! Ja, hartstikke bedankt. Had je het verwacht? Nee, absoluut niet. Nee, van alle genomineerden vond ik de rest veel maatschappelijker betrokken als ik die in scoutinggroep vertegenwoordig. Dus ik kwam hier eigenlijk om te genieten en vooral te kijken. Was absoluut niet verwacht. Ze is nog heel jong. Hartstikke jong. 26 jaar. Zet zich echt, zei ze zelf ook, ongeveer 30 uur per week in voor de scouting. En dat is niet alleen het begeleiden van groepen, maar ook echt de teamleiders bij elkaar. Ze beheert het gebouw. Ze heeft ervoor gezorgd dat het gebouw overeind blijft in een moeilijke tijd, in een uitdagende tijd. Dus petje af. Bij de groepen gaat de vrijwilligersprijs dit jaar naar de Voedselbank. Zo'n 35 vrijwilligers zetten zich daar wekelijks in om ruim 500 gezinnen van een pakket te voorzien. Nou, gefeliciteerd hè? Ja, dankjewel. Met ode aan al onze vrijwilligers natuurlijk, want het is niet alleen ik, hè? We gaan een keer kijken op een vrijdagmiddag. Moet je kijken hoeveel mensen er staan. En het is helaas, zeg ik erbij, heel erg hard nodig. Het is goed om op deze manier ook aan het onderwerp armoede ook eens aandacht te besteden. We zijn natuurlijk enorm trots op wat we bereikt hebben. Gewoon van niets uit tot wat we nu hebben staan. Dus dat is echt ongelooflijk. Wat betekent het voor jou, die penning? Ontzettend veel. Ja, dat was er net op het podium ook wel moeilijk om het een beetje droog te houden. Ontzettend veel waardering. Het is fijn om gezien te worden. Ik hou niet zo van de spotlights, dus het is interview nummer 3. En het is ontzettend leuk dat mensen je zo waarderen. Mogen we hem even zien? Ja, natuurlijk.